In deze korte instructievideo gaan we drie dingen doen. We gaan hoofd- en kleine letters omkeren. We gaan werken met een uitgebreide alinea-opmaak. En we gaan ook de zoekfunctie even aanhalen. Ook hiervoor gebruik ik mijn gekende document genk.odt. En in het geheugen van mijn computer heb ik een stuk gekopieerd eigenlijk vanaf het internet. Dat gaat over Racing Genk. Dus ik weet dat ik op mijn laatste pagina ga moeten zijn, of KRC Genk. Ik druk de Ctrl-toets in en ik ga rechtstreeks naar dat stukje tekst. Hier ga ik wat witruimte laten en op deze plaats ga ik dat stuk plakken. Je weet uiteraard dat als je van het internet dingen kopieert en wil plakken in een tekstdocument, dat je vaak best kiest voor tekst zonder opmaak, zodat je niet de vervelende HTML-code mee kopieert. Dus ik druk dat eventjes. Wat ga je zien? De tekst die ik gekopieerd heb stond helemaal in hoofdletters. Het is natuurlijk heel erg vervelend als je alles zou zelf moeten overtypen met het gebruik van de juiste hoofdletters. Dus ik ga je laten zien hoe LibreOffice dat zelf kan. Dus ik zal eens even laten zien, er zijn een aantal zinnen hierin. Je weet, als ik driemaal klik, heb ik een zin geselecteerd. Dus de tekst bestaat uit een aantal zinnen. Wat is dan leuk in LibreOffice? Je duidt de tekst aan, je drukt rechtermuisknop en dan zie je een onderdeel staan dat heet gebruik van hoofd- en kleine letters omkeer. Dus alles staat nu in hoofdletters, maar ik kan dat gewoon omzetten. Wat kan ik kiezen? Ik kan zeggen, zin begint met een hoofdletter. Dat lijkt me logisch hier, maar ik zou ook kunnen zeggen, ik zet alles in kleine letters of ik zet alles in hoofdletters. Let hiermee op. Als je dit selecteert, dan zal LibreOffice niet zien wat nog een nieuwe zin is. Dus ik ga dat toch even laten zien. Ik druk op kleine letters. Je ziet dat hij alles in kleine letters geplaatst heeft. Vervelende is nu, als ik hier driemaal in klik in dat stukje tekst, gaat hij dit niet meer zien als een aparte zin. Dus hij ziet die punt en dan begint hij met de kleine d hier. Hij ziet niet dat dit een nieuwe zin was. Dus ik doe ongedaan maken. Voilà, ik ga eens even controleren. 1, 2, 3. En nu ziet hij nog het stukje tekst. Dus wat moet je zeker gaan kiezen in dit geval? Rechtermuisknop, omzetten van de kleine en de hoofdletters. Je kon ook kiezen voor elk woord met een hoofdletter laten beginnen of de hoofd- en kleine letters omwisselen. Maar in dit geval, omdat ik het als een onderdeel van de tekst wil laten meetellen, moet ik iedere zin laten beginnen met een hoofdletter. Ik druk daarop en je gaat zien dat alles in kleine letters geworden is. KRC Genk is met een hoofdletter begonnen, de hier is met een hoofdletter beginnen. Begonnen, opnieuw KRC Genk en hier opnieuw de. Dus dat heeft gewerkt. Wat ik nu wil laten zien, is dat je een aantal dingen kan gaan zoeken in de tekst. Wat zie ik bijvoorbeeld hier? KRC Genk. Genk is met een kleine letter geschreven. Dus stel dat ik zeg, ik wil alle woorden Genk uit deze tekst gaan zoeken. Ik duid dan eerst het stukje tekst aan, want ik wil niet dat die service gaat zoeken in de hele tekst. En ik kan hier gebruik gaan maken van het zoeken icoontje, of je gebruikt Ctrl-H in dit geval, dat die knop zie je daarbij staan. Bij mij is de zoeken werkbalk, die ik nu even losgemaakt heb, die heb ik extra toegevoegd. Dus bij jullie gaat die niet staan. Dus bij jullie gaat LibreOffice er zo uitzien. Wat had ik gedaan? Via beeld werkbalken had ik de zoeken werkbalk aangezet. Nu, je kan dat ook terugsluiten en zoeken vinden via bewerken, zoeken en vervangen. Dat werkt ook. Gewoon zoeken, dat doe je via Ctrl-F, dat kennen jullie vanaf het internet. Zoeken en vervangen, daarvoor gebruik je Ctrl-H. Ik druk daarop en dan krijg ik waar wil je naar zoeken. Ik wil in dit geval zoeken naar alles waar het woord Genk in staat. En ik wil dat gaan vervangen door Genk met een hoofdletter. Dus ik laat het vinkje hier aan staan. Identieke hoofd- en kleine letters gaan gebruiken. Dus overal waar het die Genk met een kleine letter vindt, vervangen door een hoofdletter. Ik druk de meer opties uit, omdat ik wil gaan zeggen, je moet gaan zoeken alleen in de huidige selectie. Dus ik kan hier nog wat andere dingen gaan aanduiden, alleen in opmerkingen zoeken of in opmaakprofielen zoeken. Maar in dit geval alleen een stukje tekst gaan zoeken in de huidige selectie. Je zou alleen kunnen gaan zoeken, en dan gaat hij zoeken waar dat hij het woord Genk vindt. Je zou gaan alles kunnen zoeken, maar in dit geval wil ik gewoon gaan vervangen. Hij heeft alles gezocht, zegt hij, want hij heeft nu bij mij een stukje tekst geselecteerd, dus er is even iets fout gegaan. Ik duid het stukje tekst aan, dat was omdat ik jullie als voorbeeld dit ging laten zien. Ik druk bewerken, zoeken en vervangen. Ik zoek het woord Genk in de geselecteerde tekst en ik wil het vervangen door Genk. Ik wil alles in één keer vervangen, dus ik doe dat. Ik zeg alles vervangen en hij zegt, ik heb Genk 5 maal gevonden, ik heb dat 5 maal vervangen. Dus we gaan dat eens even naar de kant slepen. Inderdaad, hier heeft hij Genk ook vervangen. Hier heeft hij dat ook gedaan. Zo zijn er een aantal woordjes die hierin staan. Zoals bijvoorbeeld winterslag zie ik staan. Dat zou winterslag met een hoofdletter moeten zijn. Alles vervangen. Hij heeft dat 2 maal gevonden.
Als ik mij niet vergis, stonden er nog een aantal woorden in. Ik zal het even sluiten terug en dan gaan we zien. Bijvoorbeeld het Phoenix Stadion. Of KRC bijvoorbeeld overal met een hoofdletter schrijven. Ik zie hier ook staan dat Waterschei met een hoofdletter zou moeten geplaatst worden. Ik ga ook overal KRC in drukletters zetten. Dus opnieuw, oei, bewerken, zoeken en vervangen. Meer opties alleen in de huidige selectie. Overal waar staat KRC, maak je van KRC. Alles vervangen. Hij heeft niets gevonden omdat KRC blijkbaar niet met een kleine letter gevonden was. Ik ga dat zo doen. Sluiten en we gaan eens kijken. KRC en KRC. En voor de rest staat er KRC niet meer in deze tekst. Oké, nu hebben we het zoeken en vervangen even behandeld. Dan ga ik je nog laten zien hoe dat je geavanceerde Alinea opmaakprofielen geeft. Dus ik ga deze een beetje een speciale opmaak geven. Hoe doe ik dat? Rechtermuisknop. En ik kies niet voor teken, maar ik kies voor Alinea opmaak. En we zullen deze eens even overlopen. Inspringen kennen jullie al, maar ook hier zal ik het eens een beetje duidelijk proberen te maken. Stel dat ik zeg voor de tekst, en ik ga het gewoon typen, 2 cm inspringen na de tekst. Ook 2 cm inspringen, dan zie je dat de tekst al een beetje in het midden gaat geplaatst worden. De uitleiding kunnen we gaan aanpassen, waar wil je hem juist plaatsen. Het tekstverloop konden we gaan aanpassen. Het overzicht en nummering hebben we dieper besproken in een vorig filmpje. De tabs die je eventueel wil plaatsen in de Alinea is nu niet zo belangrijk, maar stel dat ik er ook even een rand wil rondgeven. Ik geef een randeffect. Bij Genk hoort natuurlijk een licht, of KRC Genk hoort een lichtblauwe kleur. We zullen de rand iets dikker maken. We gaan er ook een schaduweffect aan geven. Ik zal nu eens kiezen voor dit schaduweffect. En welke kleur gaan we daarbij plaatsen? Eens kijken, niet te donker wou ik eigenlijk gaan, een hele lichtblauwe kleur misschien. Ik druk op OK en je gaat zien, een blauwe rand met een lichtblauwe schaduweffect. Nu wat zie je, dat die lettertjes eigenlijk vrij dicht tegen de rand aanstaan, dus dat ga ik ook even aanpassen. Rechtermuisknop opnieuw, Alinea. Ik zit hier bij mijn randen nog altijd en ik ga zeggen afstand tot inhoud. Ik ga die vergroten, ik ga eens kijken welk effect dit al geeft. Ik druk OK en dan ga je zien dat de tekst mooier uitkomt in het kadertje. Nog twee effecten die ik je wil laten zien. Eentje daarvan is initialen en de andere bespreek ik zo dadelijk. Wat ga ik doen? De Alinea opmaak veranderen en ik ga even kijken naar het tabblad initialen. De laatste die ik zo dadelijk zal doen zal achtergrond zijn en ik ga eens initialen laten weergeven. Hij gaat van het aantal lettertjes dat je gaat kiezen initialen maken. Nu kiezen wij hier hoeveel tekens willen we gebruiken om initialen te maken. Bijvoorbeeld de eerste 3 van KRC. Hoeveel regels diep moeten die initialen geplaatst worden? Dat kan je kiezen. 2, 3 of 4. In dit geval eens eventjes 3 houden. En dan gaat hij zeggen, de tekst KRC ga ik in initiaalvorm zetten. Ik druk op OK en dan ga je zien welk effect dat dit geeft. Het mooiste effect krijg je als je dit stukje tekst bijvoorbeeld selecteert en ik ga hier het teken opmakend van aanpassen. Dus ik zeg bij teken, zeg ik, maak hier eens een omtrek van, geef hier wat schaduweffect bij. En ik kies misschien eens een extremer lettertype, KRC Genk. Ik ga dat op OK drukken. Het is niet zo'n mooi lettertype eigenlijk, dus ik ga dat opnieuw veranderen. Eens kijken, ik kies er zo eentje tussenuit. Ik denk dat ik iets verkeerd geselecteerd heb. Ik wou eigenlijk een mooier lettertype. We gaan het op zoiets houden, zodanig dat het wat uitspringt. Het lijkt hier grijs als achtergrond, maar ondertussen weten jullie dat de grijze achtergrond meestal niet mee afgedrukt wordt. Ik zal het je laten zien. Ik zal een afdrukvoorbeeld laten zien en ik zal het ook wat groter maken. Dan zie je dat het grijze niet mee afgedrukt wordt. Zo. Afdrukvoorbeeld sluiten. Dan komt dit eigenlijk wel mooi uit. Dit geeft je een weergave van wat dat initiale zou doen om het stukje tekst. Als laatste wil ik ook nog de achtergrond bespreken. Rechtermuisknop en Alinea, daar waren we mee bezig. Je kan een achtergrondkleurtje gaan bepalen. Heel erg eenvoudig. Als ik nu hier een blauw effect geef, dan komt dat niet zo mooi uit, denk ik. Ik pak eens een lichtgeel effect. Ik druk op OK en je ziet dat deze Alinea geel gearceerd wordt, eigenlijk een hele achtergrond krijgt. Dit is niet super mooi. Wat heb ik nog voorzien? Je kan ook een Alinea een achtergrondfoto geven. Rechtermuisknop Alinea.
Ik zit bij achtergrond, maar ik kies niet bij als kleur, maar ik kies bij als afbeelding. Ik kan gaan bladeren. Ik heb natuurlijk al een afbeelding vanaf het internet geplukt. Welke was dat? Het was het officiële Kaarsen Genk logo, maar je gaat zien als ik dat op OK druk. En ik ga zeggen, zet dat bijvoorbeeld eens mooi rechtsonder. Je krijgt dan een voorbeeld te zien. Hij moet dat eventjes verwerken. Je drukt op OK en dan ga je zien dat dit wel mooi uitkomt, dat logo. Maar het is te sterk in intensiteit. Dus je had misschien al gezien dat ik ook een andere foto klaar had. Daarvan heb ik de transparantie gewoon aangepast. Dus het is dezelfde foto geweest. Hier. Maar ik heb de transparantie vergroot in het fotopakket Paint.net. Wat dat we in de les geleerd hebben. En als ik deze ga openen, dan ga je zien. Ook de transparantie zal zo dadelijk wel aangepast worden. Daar is die. Als ik dit nu als voorbeeld kies, dan komt dat veel mooier uit. Wat ik je nog zou willen voorstellen is, let erop als je een achtergrondafbeelding plaatst. En eender op welke manier dat je die plaatst. Je ziet hier dat je die ook in het midden kan zetten. Ik kan hem, als ik nu op OK druk, zie je dat die mooi in het midden komt. Maar je kon hem misschien ook over het hele gebied plaatsen. Maar ik vrees dat de afbeelding dan gerokken wordt. Het valt nog mee in dit geval. Je kan hem ook als tegeltjes gaan gebruiken. Je drukt op OK en dan krijg je de achtergrond helemaal gevuld met iedere foto. Maar wat ik je wou laten zien, ik ga die positie opnieuw selecteren. Ik druk op OK. Dit komt het mooiste uit. Misschien is dit stukje niet heel leesbaar. Hoe kan je de leesbaarheid vergroten? En als je diezelfde tekst aanduidt en je gaat ook hier een schaduweffect op toevoegen. Dus ik ga het tekeneffect aanpassen. En ik zeg bij de teksteffecten dat daar een schaduweffect op moet zitten. Ik druk op OK. Ik hoop dat het duidelijk zichtbaar is in het filmpje. Voor YouTube wordt de kwaliteit natuurlijk verminderd. Maar op mijn scherm is het duidelijk zichtbaar dat waterschei en winterslag hier bijvoorbeeld veel beter leesbaar zijn dan zojuist. Dit zijn een aantal meer geavanceerde technieken op Alinea opmaken.